Deelnemers met spoed op uw plaatsen achter de auto. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de achtste koers. Restaurant El Leon Rojo Terschelling-prijs. 1700 meter niet starten de 6 King Lee Guapa. Paarden stellen zich op achter de auto. Zo'n 300 meter voor het startpunt. Meter nog. Nog 100 meter. 50 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is aan de binnenzijde Velotte TM die het snelst weg is in duel met Warrior Victory en op twee lengte Yorick Stardust. In vierde positie volgt daarachter dan Juwin Kivitsov. Tempo Borversi die valt terug naar de voorlaatste plaats en geeft ruimte aan Weeschtaaj. Galoppade voor Zeus Oldenzon. Deelnemers komen dan de bocht door en op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En het is Warrior Victory die doordrukt. Warrior Victory neemt de lengte voorsprong. Op de tweede plaats daarachter volgt Verlosse TM. Paarden gaan straks af op de laatste ronde. Aan de staart van het veld er nog immer galopperende Zeus Oldenzon. Of die nog in koers zit, waag ik te betwijfelen. Helaas kunnen we de uitschakelingen vandaag niet live via het circuit vernemen. Dus even een slag om de arm houden. Intussen gaat Cees Kamminga met Yorick Stardust met de laatste ronde in zicht frontaal in de aanval. En neemt de leiding over van Warrior Victory. Velocity M volgt in derde positie met aanhakend aan de buitenzijde Juwin Kivitsov. Op anderhalve lengte is het Weeschtaaj. Die wordt gevolgd door Vico Toscana. En laatste van het peloton is Tempo Borversi. Paarden komen dan de Stadsparkbocht door op weg naar de overzijde van de baan. Situatie op het front is ongewijzigd. Yorick Stardust de leider. Yorick Stardust een lengtevoorsprong op de tweede plaats daarachter. Warrior Victory. En zo zijn we halverwege de rechte lijn aan de overzijde. In derde positie is aan de buitenzijde oprijdend Juwin Kivitsov. En achter Juwin Kivitsov volgt Verlosse TM. Geflankeerd door Weeschtaaj en gevolgd door Vico Toscana. Aan de staart van het veld moet Tempo Borversi lossen ten opzichte van het veld. Deelnemers gaan de laatste bocht in. Nog 500 meter te gaan. En een tweestrijd. Aan de binnenkant Yorick Stardust. Aan de buitenzijde Juwin Kivitsov. Ze geven elkaar geen centimeter toe. Halverwege de laatste bocht. Is het dan toch Patrick de Haan met Juwin Kivitsov die de neus vooruit steekt. Maar aan de binnenzijde vecht Yorick Stardust moedig mee. Daarachter volgt op de derde plaats Weeschtaaj. De rest die zal pegen. Zijn vleugels moeten aanmeten om de leiders nog terug te halen. Paarden zijn in de laatste 100 meter. Yorick Stardust aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde is het voordeel. Neemt weer Juwin Kivitsov. Helemaal aan de buitenzijde komt er ook Weeschtaaj naar voren. Het wordt een ontzettend spannende eindstrijd. Aan de binnenzijde Yorick Stardust. En aan de buitenzijde daarvan Juwin Kivitsov. Helemaal aan de buitenzijde is het Weeschtaaj. Drie paarden op lijn. Too close to call. De rechter van aankomst heeft het laatste woord. En dan zijn onze winnaars Yorick Stardust en Cees Kamminga. We gaan Cees eerst eens eventjes alle ereprijzen overhandigen. Een bos bloemen. Een envelop met daarin een waardebon van Havens Veevoeders. 10 kilo topkip. Ook die gaat mee met de familie Scheffer in dit geval. En waar we het zal op de foto. Ga er voor, Vera. Dan sta je er het beste op. Kijken of we een woordje kunnen houden met Cees. Cees, van harte gefeliciteerd. Wat een veerkracht. Ja, toch wel. Ja. Eerst strijd om de kop. Aan de overkant kreeg ik een heel langdurige aanval, maar hij toont heel veel karakter. Dat smaakt naar meer. En je hebt nog twee leuke ritten, denk ik. Atlantic Star en Sara Dokanje. Van wie van de twee verwacht je het meest? Atlantic verbetert elke stad. Dus stad nummer 9, een beetje nadeel, maar sterk genoeg. Ik probeer vandaag onderweg ook door te rijden. Paarden hebben vorm, dus moet ervoor gaan. Kees, heel anders voor jou, je mening puur als liefhebber, de Nederlandse derby en dan met in het bijzonder de hengsten. Wie maakt op jou de beste indruk? Ik heb twee gezien, die steken bovenveld uit, volgens mij Bark Flevo en Broadway Fortuna. Dat zijn twee fantastische paarden. Ik hoop dat het een hele eerlijke strijd wordt en daar ga ik vanuit. Dus, Hartstikke mooi Kees, ik hoop het volgend jaar dat jij de derbywinnaar hebt. Dit jaar dus misschien niet. Hij denkt Broadway Fortuna en Barak Flevo. Twee paarden die zich ook geweldig hebben laten zien. Kees, altijd zijn antwoord klaar. Dat is fijn voor een interviewer. U kunt in de handen, dames en heren, voor die fantastisch mooie vos. Die niet genoeg opleverde bij Unitrot volgens de familie Scheffers. Ze hebben hem zelf gehouden. En achteraf blijkt dat terecht, want het is een fantastisch paard. U kunt in de handen, dames en heren, voor Yorick Stardust en Cees Kamminga. Ze winnen de restaurant El Leon Rojo Terschellingprijs.